De Alphaman De Alphaman. De Alphaman. Presenteert De overwintering der Hollanders op Nova Zembla Willem Barends is ontdekkingsreiziger. Op een dag besluit hij naar China te varen. Omdat het via het zuiden erg ver is, probeert hij het via het noorden. Met twee schepen vaart hij uit, maar al snel begint het te stormen en een tweede schip raakt kwijt. Barends heeft ook weinig geluk. Hij vaart tegen een klip en kan niet verder. De mannen gaan aan land en zoeken een schuilplaats. Die is moeilijk te vinden in het bevroren Nova Zembla. Bovenop alle ellende wordt één matroos gegrepen door een ijsbeer. De mannen besluiten een huis te bouwen van het scheepshout. Als ze s'nachts weer worden aangevallen door ijsberen, neemt Bagens zijn voortouw en schieten ze de beren neer. De mannen proberen het gezellig te maken door spelletjes te spelen, te zingen en naar het noorden licht te kijken. Maar de winter blijft koud en het eten raakt langzaam op. Hoe gaan ze dit overleven? Als de mannen door vossen worden omzingeld, weten zij ook deze neer te schieten. Als ze s'nachts de schoorsteen dicht doen, gaan ze bijna dood door het gebrek aan zuurstof. Ze overleven, maar even later gaat de expeditieleider Barens dood. Als de overgebleven mannen zo wanhopig zijn dat ze dobbelen over wie dood moet, breekt het zonlicht eindelijk door. Ze besluiten met een klein bootje terug te varen, maar dobberen wekenlang doelloos rond. Als ze bijna sterven van de honger, zien ze ineens het andere schip. Nu ze elkaar teruggevonden hebben, zeiden ze snel terug naar Holland. Daar worden ze als helden ontvangen. Alle nog levende mannen zijn blij. Einde. Lees dit boek als je geïnteresseerd bent in Kansloze Missies, Ijsberen, Honger en de voorganger van Expeditie Robinson.